er een beetje uit? Ook niet echt, maar oké. Oké, let niet op mijn haar en op mijn gezicht. We zitten al bijna 2 weken in quarantaine. Dus het maakt me ook niet zo heel erg veel meer uit hoe ik eruit zie. Maar leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik dacht het is misschien wel leuk om deze hele la te gaan opruimen. In deze la zit echt oprecht van alles. Er zit make-up in, verzorging, haarproducten. Nog zoveel meer dingen denk ik. Ik heb eigenlijk geen idee wat er nog meer in de laadje zit. Oh ja, hierboven heb ik ook een hele la vol met scrunchies. Ik weet niet of je dat kan zien. Die ga ik niet uitzoeken omdat ik die eigenlijk allemaal gewoon lekker bewaar. Mijn meeste scrunchies komen van AliExpress. Ik heb toen zo'n pakketje gekocht waar er echt 90 in zat volgens mij of zo. Ik zal de video van die AliExpress shoplopper eventjes in de beschrijving zetten. Verder zitten er nog wat haarbandjes in. Dit zijn echt mijn favoriete haarbandjes van de H&M. Die vind ik heel erg chill. Er zitten nog wat scrunchies in van Buy the Label. Er zit nog een leuke haarband in van de Kostas. Maar hier ga ik dus verder niet echt iets mee doen. Omdat, ja, dat wil ik gewoon bewaren. Maar ik ga het hier boven helemaal uitzoeken. Ik ga de rest van het lijstje uitzoeken. Dus ik dacht, misschien vinden jullie dat wel leuk om te zien. En geeft het jullie wat inspiratie om ook lekker te gaan opruimen deze dagen. Heb je nou zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, we gaan beginnen met wat hier bovenop staat. Want hier gebeurt heel veel. En dat wil ik niet. Dus ik ga eerst eventjes alles eraf halen. Ga ik even een stofdoekje pakken en daarna ga ik kijken wat hierop mag blijven staan en wat niet. Er ligt hier namelijk echt van alles op. Er liggen watjes op. Die heb ik op zich wel nodig, dus die mogen hier wel blijven. Dan staat er hier een potje perfecte krul, maar ik gebruik dat niet. Dus dat mag weg. Mijn verzorging om een dagmake-up eraf te halen, dus dat mag hier wel blijven staan, want dat gebruik ik iedere dag. Dan heb ik hier 2 doosjes met sieraden en die zijn net nieuw. Dit is van Annamina. Er zit een 1 knopje in. Ik dacht dat er 2 waren. Maar het is er maar eentje. Maar ik wil heel graag een 4e gaatje waar deze in kan. Alleen die heb ik nog niet. En aangezien alles dicht is, kan dat ook voorlopig nog niet. Dus die moeten we even een ander plekje krijgen. En wat zit? Hier zit nog een kettingje in. Dus die moet ook een ander plekje krijgen zometeen. Nou, hier ligt een beauty blender en een make-up ding. Dus dat leg ik even hierin. Hier liggen mijn sieraden met mijn parfum. Eigenlijk moet ik hier een apart bakje van mijn sieraden. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar hier liggen mijn sieraden dus allemaal los. Dus dat is niet zo heel erg handig. Oké, maar ik ga dit maar even eerst afhalen. Dan een bakje met allemaal make-up kwasten. Die ik op zich ook wel eventjes mag gaan schoonmaken. Dus dat ga ik ook straks doen. Niet nu, maar die moet er eventjes... Nee, die mag er wel blijven staan. Maar die moet er eventjes af om dit schoon te maken. Dan een... iets voor mijn haar, biosilk. Alleen die gebruik ik niet meer. Dus die heb ik hieronder. Dan een leeg doosje. Maar die wil ik op zich wel bewaren, denk ik. En dan heb ik hier iets nieuws. Wat ik gisteren heb binnengekregen. Nou, besteld heb. En dat is gisteren binnengekomen. Van die leuke deurknoppen. Alleen dat is dus voor mijn uitzet. Dus dat hoort hier ook niet. Dat gaat ook weg. Oké, dan heb ik alleen nog een spiegel hier staan. Ik wil deze eigenlijk ophangen aan een muur, maar ik weet nog niet zo goed waar en hoe en zo. Dus die laat ik hier gewoon even staan. En dan een sieradendoos waar allemaal oude sieraden in zitten. Van toen ik nog zilver droeg. En hier nog allemaal gouden ringetjes. Oh my god, kijk wat hier ligt. Oh, hoe ga ik dit eruit krijgen? Een ijswatch. Oh my god, deze heb ik echt... Hier heb ik het even gekregen in groep 7 volgens mij. Toen voor mijn verjaardag. Vet hip. Deze doos doe ik toch nooit open. Dus hier liggen allemaal zakken in wat ik nooit gebruik. Maar wat ik wel gewoon wil bewaren. Dus die doos laat ik wel gewoon lekker hier staan. Maar ik ga het wel allemaal even stofvrij maken. Die doos ook. Die zet ik hier in de muur. Dan het spiegeltje ook weer. Ja, die pasta. Moet ik daarmee heel? Nou, de doosjes hier neer. Ik weet anders ook niet waar ze... kwijt kunnen. En dan deze met mijn parfum. Eigenlijk zijn al deze scheurtjes wel op, maar oké. Hier liggen dus nog allemaal sieraden. Allemaal oorbellen en ringen en een ketting. Nou, die ketting kan op zich wel weg hier, want die draag ik toch niet. Maar ik wil hier eigenlijk nog even zo'n apart doosje of iets voor hebben. Of, ja. Bij mijn moeder heb ik ook nog deze schaal in het klein. Misschien dat ik die van daar meeneem en dan daar al mijn sieraden op ga leggen.
Dat ga ik doen. Alleen die heb ik nu niet hier. Dus... En deze watjes mogen ook terug. Want die heb ik ook gewoon iedere dag nodig. Oké, de bovenste laag ging ik natuurlijk niet doen. Want er zitten alleen maar schoentjes in. Dus de tweede laag. Ik ga die eventjes wat beter neerzetten. Ja, dit is hem. Oké. Oké, hier zit make-up in. Voor vriendinnen van mij en zo, die weten wel dat ik redelijk wat make-up heb voor iemand die het eigenlijk niet draagt. En ik heb toen ooit in deze bakjes gedaan allemaal. En hieronder zit er nog eentje. Die zie je net niet. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik gebruik niks, maar ik wil ook niks wegdoen. Dus ik ga het gewoon eventjes een beetje bij elkaar leggen, denk ik. Want dit is zo'n bak van de IKEA. En vroeger zat ik op dansen. En voor optredens en zo. Als er grote lichten waren, moest je altijd van dit poeder opdoen. Want het is anders te erg glimde, glom, hoe je het wil zeggen. En voor de rest zit hier allemaal lipproduct in. Dus op zich heeft deze twee potjes niet echt een logica dat het hier staat. Dus die ga ik eventjes eruit halen. Ik heb hier nog een dichte blister. Die heb ik er achterin dan. Ja, ik kan er op zich al een beetje omheen. Kijk, hier zijn allemaal lippotloodjes en lipblusjes. Deze vind ik wel echt chill, want hier zit dus zo'n mentos ding in. En voor je gevoel worden die lippen dan groter. Deze lipgloss kan op zich wel weg. En dan heb ik hier nog drie lippotloodjes. Die wil ik wel houden. Dan heb ik hier best wel wat. Hoe noem je dit ook alweer? Van die soft matte lip creams of zo. In ieder geval, ik heb er hier eentje van Rimmel. Die hou ik gewoon. Twee van Bobbi Brown. Die hou ik ook wel. Deze draag ik eigenlijk niet. Dus die doe ik weg. Of nou, ik draag ze allemaal niet. Maar dat is een kleur die ik sowieso nooit zou dragen. Deze van NYX hou ik wel. Deze van Bourjois. Ook niet echt een kleurtje voor mij. Dus dat gaat ook pleiten. Deze hou ik ook. En dan heb ik hier nog vier donkere kleurtjes. Alleen, deze had ik toen gekocht voor Halloween. Dat is wel een mooi Halloween kleurtje. En deze ook. Die had ik toen gemixt met elkaar. En deze kleurtjes draag ik nog. Maar vind ik wel gewoon heel mooi. Dus die zien wel gewoon lekker. Hier lipstickjes in. Nou, die twee van MAC die hou ik wel. Dan een lipstick van NYX. Ook niet echt mijn kleur, dus die doe ik ook lekker weg. Nou, dit vind ik op zich wel een mooi kleurtje van Clinique. Niet dat ik het draag, maar ik zou het kunnen dragen. Deze vind ik ook nog wel mooi van Look X. En deze van Kiko heb ik echt al heel lang. Dus die doe ik lekker weg. Bijvoorbeeld dit soort dingen die ik al heel erg lang heb, die gooi ik weg. Maar net zoals de kleurtjes die ik net allemaal liet zien en zo, die ga ik gewoon weggeven aan mijn moeder of aan een vriendin of zo. Dus er liggen hier nog wat lippenbalsems. Een mini collectie van mijn babylips. Ik bewaar ze wel gewoon dikke boeien. En dan heb ik nog een Labello. Een Carmex lippenbalsem. En deze van MAC. Dit is dus voor je lippen, maar dus ook voor je wangen. Nog nooit gebruikt, maar ja. Laten we maar bewaren. En dan heb ik nog een aantal lippenbalsem, maar die zitten gewoon door mijn tas heen. Dus die laat ik lekker door mijn tas heen zitten. Ik hoop dat jullie het eigenlijk allemaal een beetje kunnen zien. Maar goed. Hier aan de zijkant liggen allemaal nepwimpers. Ik draag eigenlijk nooit nepwimpers, maar een keertje leuk om te hebben. Ik leg het heel eventjes hierboven neer. Contourpalet van Sleek volgens mij. Ja, zo'n creamy palet. Dat ligt hier achter ook. Nog een paar nepwimpers. En dit is een beetje de lade met, ja, voor je gezicht en zo. Er ligt hier een beauty blender die ik ook eventjes moet schoonmaken. Die had ik daar net ingegooid. Hier, ik weet niet of je het kunt zien, heb ik allemaal van die sterretjes voor festivals en zo. Zodat, ja, wij plakken dit altijd op ons gezicht. Of nou, altijd. Soms. Dus, maar dat zakje was kapot, dus ik heb het eventjes hierin gedaan. En die komen trouwens van bol.com. Maar deze zijn zilver. Ik wil eigenlijk ook nog eventjes schouder. Voor als het festivalseizoen dit jaar doorgaat. Denk ik niet, maar oké. Oké, laat ik maar eerst even deze achter staan. Ik heb hier een highlighter van B7. Die heb ik toen ooit in zo'n box gekregen. Nog nooit gebruikt. Oeh, maar die is wel mooi. Oké, die bewaar ik wel. Dan nog een highlighter palet van NYX. Die vind ik heel chill. Maar er zitten gewoon, kijk, heel veel verschillende soorten kleurtjes in. Ik vind die heel mooi. Van Sleek, ja. Ook wel mooi. Dan heb ik hier, dit kwastje ga ik weggooien. Even dat bakje schoonmaken. Dan heb ik hier drie brons dingen van Sleek. Of nou, één van Sleek. Of twee van Sleek. Die duo heb ik hier. Dan heb je ook nog zo'n trio dingetje. Met drie bronzers. En dan heb ik ook nog een bronzer van MAC. Alleen daar komt dus letterlijk geen kleur van af. Kijk, ik heb helemaal lopen boenen en lopen doen. En dan hier denk je dat je kleur hebt, maar dan doe je het op je hand.
En er komt echt geen hol vanaf. Dus dat is een beetje ja, vervelend. En dan hier heb ik blusjes liggen. Even kijken. Die van Sleek wil ik sowieso bewaren. Die vind ik echt heel erg mooi. Ja, deze is heel erg handig bijvoorbeeld als je op vakantie gaat of zo of ergens heen. Want je hebt een bronzer, een highlighter en een blush in één. Ik heb hier nog eentje met 3 blushkleuren. Zo eentje heb ik er ook van Catrice. Die heb ik ook wel, die vind ik wel chill. Dan deze blush. Watje tussen. Dit is echt een tip voor als je op vakantie gaat en je wilt een blush of iets meenemen. Doe een watje bij je product, want dan breekt het dus niet. Maar in ieder geval, die is heel erg mooi. Dus die bewaar ik ook. En ik denk dat ik deze twee wel weg doe. Dit is niet echt een kleurtje voor mij. Ja, die bewaar ik wel. Dat. Oh, wacht. Ik zet die poeders. Die zet ik even zo in. Past dat? Oh, hou je mond. Dit past weer niet natuurlijk. Oké, nou dan niet. Hè? Ja, dit palet zet ik hier aan de zijkant. Past dat hier naast? Ja. Er liggen allemaal dingen voor je gezicht en zo. Oh. Deze kwam al in de la naar boven, want dit gebruiken we ook altijd voor festivals. Van die glittertjes en lijm. Dus, dat gaat daarheen. Oké, volgende la. Dit is dus la met allemaal oogdingen en zo. En oh, ook, nou, ook gezicht blijkbaar, want er zitten ook allemaal concealers en dingen in. Dus ik ga even de eerste kistje van achter eruit pakken. Hier ligt een licht testertje, die kan weg. En hier ligt schmink van Halloween. Dat wil ik op zich wel bewaren. Voor als we dit jaar weer Halloween gaan vieren. Hier ligt echt mijn favoriete oogschaduwpaletje als ik oogschaduw gebruik. Die is van NYX. Heel erg mooi. Die heb ik toen van Char een keer voor mijn verjaardag gehad. En hierachter ligt ook nog allemaal oogschaduwpaletjes en dingen. Terwijl ik echt nooit oogschaduw draag. Maar oké. Dus kijk, hier ligt een losse van Douglas. Ja, die kan wel weg. Grijzige. Die ga ik wel aan mijn moeder geven, die grijze. Want ja, ik gebruik het niet. Dan even kijken. Een paletje van Sleek. Die is volgens mij wel heel erg mooi. Die ga ik wel bewaren. Een paletje van de Monkey. Ja, ik word nou niet heel warm of koud hiervan. Dus die ga ik lekker weg doen. Oh, dit paletje van NYX. Die had ik toen ook gekocht voor Halloween. Omdat er van die kleurtjes in zaten. Maar die vind ik wel heel mooi. Dus die bewaar ik ook. En dan dit paletje van Bella Pierre. Ik ken het niet, maar ik had het toen in zo'n box gekregen. En daar zitten ook wel mooie kleurtjes in. Dus die bewaar ik ook lekker. Aan de zijkant doe ik die nepwimpers. Oké, hiervoor liggen wat minis. Hier ligt een Benefit Mini Mascara. Dat wil ik op zich wel bewaren voor vakantie of zo. Wat is dit? Een Lash Primer. Oh, helemaal leuk. Laten we die maar bewaren. En dit is een oogschaduwbasis. Dus die doe ik wel hier eventjes bij. En dit is een eyeliner volgens mij. Dat is de enige die ik heb. Ik gebruik hem niet, maar het zal vast handig zijn. Dus die laat ik ook daar liggen. Dan dit bakje. En ik gebruik dus altijd de wenkbrauwpoeder van Catrice. Alleen als het dekseltje eraf gaat, vind ik het heel irritant. Dus dan koop ik een nieuwe. Dus ik heb nu 2 zonder dekseltje die ik niet gebruik. Die ga ik denk ik maar gewoon weggooien. Zal ik er eentje bewaren? Nee, ik bewaar er wel eentje. Die andere gooi ik wel weg. Dan deze. Waterproof mascara. Handig om te hebben. Deze mascara van Smashbox is op zich wel fijn als ik zo'n mascara nodig heb. Deze is echt helemaal ruk van Max Factor. Dus die ga ik weg doen. Oogpotloodje. Wenkbrauwpotloodje. En een groen oogpotloodje. Maar dat gebruik ik niet. Dus die gaat ook lekker weg. Oh, en dan dat wenkbrauwkitje doe ik wel eventjes hierin. Zo, ja. Oké, nog iets voor mijn wenkbrauwen. Doe ik ook wel hierbij. En hier zit ook heel veel in. Hier gebeurt ook heel veel. Even kijken. Vooral heel veel wat ik niet gebruik. Deze concealer van Catrice gebruik ik niet. Concealer van Maybelline gebruik ik wel. Maar ik gebruik momenteel een ander kleurtje. Namelijk deze, de 020. Maar dit is een backup, dus die laat ik ook lekker hier aan liggen. Ik vind deze concealers echt rete fijn. De Fit Me concealer zijn dat. De concealer van NA Curl Pro concealer. En die heb ik ook nog in het bruin om te contouren of zo. Dan een BB Cream van L'Oreal. Die vind ik wel. Of die vond ik vroeger altijd heel fijn. Ik weet niet of ik die nu nog even weet. Concealer van Ethos. Die kwam wel weg. Een primer van Babyliss. Van die sprays, weet je wel. Ja, gewoon van die sprays. Deze gebruik ik dus altijd voor als ik mijn wenkbrauwen bijvoorbeeld een beetje zo wil sharpen, weet je wel. Dat sharp gewoon wel uitlijnen. Dan gebruik ik altijd deze. Dus die bewaar ik nog wel. Dus een BB Cream van Maybelline van heel lang geleden. Oh shit, mijn
Schmink. Dan ga ik die naar leggen. Volgende la. Dit is echt een bizarre troep. Hier ligt echt oprecht van alles. Er ligt hier een tasje van Sugar Hair Bears. En daar heb ik dus allemaal tampons in zitten. Maar ik vind het best een groot tasje. Dus ik denk dat ik dat ga overdoen in dit tasje. Dat is wat compacter. Ik denk dat ik deze aan mijn nichtje of zo ga geven. Die vindt dat wel leuk. Kijk, hier liggen twee haarbandjes voor als ik een masker in mijn haar ga doen. Die Gretel. Oh, deze kan ik even hier neerleggen. Hier zitten ook oorbellen in volgens mij. En een ketting. Oh, deze ketting was kwijt. Oh, wat goed. Oh, die ga ik zo meteen gelijk omdoen. Oké. Hier zitten nog oorbellen in. En hier volgens mij ook. Ja, oké. Die ga ik ook eventjes hierbij neerleggen, want dan heb ik gewoon al mijn oorbellen bij elkaar. Maar deze zakjes ga ik wel bewaren, want die zijn heel erg chill om sieraden mee te nemen op vakantie. Een brildoekje. Nog een brildoekje. En een doosje van Ananina. Die hoort hier op zich niet. En hier liggen ook zonnebrillen in. Ja, ik weet niet zo goed waar ik mijn zonnebrillen anders moet laten. Of zal ik die gewoon... Want dit zijn zeg maar niet mijn dure zonnebrillen of zo. Dit zijn gewoon van die festivalbrilletjes. Dus die leg ik denk gewoon met mijn crunchies erbij. Ja, doei. Dit is een zelf... Wat is dit allemaal, joh? Hè? Oh. Dit is zo'n apparaat wat Milan had besteld. Dit kan je poriën mee leeghalen. Die ga ik gelijk straks aan hem geven, want... Ik was de vorige week aan het zoeken. Dan heb ik hier zo'n puimsens voor je voeten. Maar ik gebruik dat niet. Ik gooi gewoon even alles eruit. Even kijken. Tampons die mogen er terug in. Deze zakjes mogen terug. Ja, dit blijft sowieso een rommelmaatje. Omdat ik gewoon geen goed systeem hiervoor heb. Maar oké. Scrub of een zelfbruiner handschoentje. Al mijn 20.000 lensbakjes. Zo'n... Neppe Furio dinges van Ali. Spray voor mijn bril om schoon te maken. Lenzen. Zo'n cup dingetje. Een jaarroller. Oh, een tampon die kan hierbij. En dit is dus, heb ik toen een keertje op AliExpress of zo gekocht. Dit schijnt dus goed te zijn voor cellulite. Ik heb geen idee of het echt goed is, maar ik heb het wel gewoon. En neusspray. Oh ja, en natuurlijk die twee... Bunny dingen. Die doe ik hier achter zo. We gaan nog eentje naar beneden. Ik ga jullie nog eventjes wat meer naar beneden zetten. Dus dan kunnen jullie het wat beter zien. Oké. Hier zit... was de bedoeling dat hier gezichtsverzorging in zou zitten. Alleen dat is niet helemaal goed gegaan volgens mij. Dus dat gaan we ook eventjes opruimen. Hier zit een slaapmasker in. Die ligt wel in de la hierboven. Dan body lotion van Zwitser. Van een soap en glory heb ik een scrub en een body lotion. Die vind ik heel fijn, maar die horen hier niet thuis. Dus je moet zo meteen een laadje naar onder. Deo, deze is leeg. Oh, bah. Ik ben echt een viesjakkes. Er zit gewoon een vies gebruikt maskerkastje in. Nou, die kan wel weg. Even kijken, dit is van Sam. Een meisje uit mijn klas, dat mocht ik toen lenen. Moet ik even teruggeven wanneer we de school hebben. Vaseline kan ook hier blijven. En we hebben er daar nog meer staan. Voor, ook voor mij en zo. Oh, gezichtszonnebrand. Die vind ik heel chill. Die laat ik hier. Oké, ik moet hier eventjes... zal ik het er gewoon allemaal uithalen? Ja, dat is wel het makkelijkst. Terugzetten wat ik wel wil houden. Hier kan ik toch niet echt een mooi georganiseerd dingetje van maken. Nou, ik heb hier nog de anticonceptiepil, maar die leg ik hier boven neer. Vitamine B12 pillen, vrouwenpillen, mannenpillen. En dit zijn hele sterke paracetamol. Want Milan had toen zijn binnenste knieband gescheurd, dus die had hij toen. Dus die leg ik hier neer. Oké, we gaan verder. Deze dag kan ik ook gewoon bewaren. Bio-oil vind ik ook heel fijn met droge plekjes en zo. Azulee crème. Azule, wij noemen het altijd gewoon azule pasta. Mijn tante die is gewoon een specialist en die verkoopt dit. Dus dat heb ik in mijn haar. Voor Carrier bewaar ik. Een
Clinique masker. Bepanthen, dat was eigenlijk voor mijn tatoeage, maar die bewaar ik wel gewoon. Dan nog een oogcreme van Olaz, die vind ik wel fijn. Dan is dit nog een serum voor je neusporen of zo, ze zeggen dat het daarvan kleiner wordt. Ik heb geen idee wat het waar is, maar goed. Vaseline. Nou, die twee van Image voor je ogen. Tandenbleekstrips en nog net, die ligt hier achterin. Dit is iets wat je op je pukkeltjes kan smeren als het, ja, als je een pukkeltje hebt. En dan als laatste de zonnebrand en tandpasta. En ik denk dat dat wel alles was voor het gezicht. Dus dan gaan we over naar de laag. Voor het lichaam. Oké, en hier ligt dus ook heel erg veel in. Oké, dit hoort dus al bij het gezichtslaadje. Hier ligt een nieuw pakje met lenzen. Een volle deo, oké. Die kan bewaard blijven. Een mousse voor onder de douche, een nieuwe. Die kan bewaard blijven. Dit is een homespray. Die vind ik echt heel erg lekker. Maar die ga ik gewoon neerzetten in mijn kamer. Een handcreme. Ik gebruik nooit handcreme, dus die ga ik ook aan mijn moeder geven. Want die gebruikt dat wel. Dan nog een handcreme van Rituals. Dat heb ik ook aan mijn moeder gegeven. Of bij Lots of Love neerzetten in het kamertje. Dit is zout voor in een voetpadje. En dit heb ik toen in mijn kerstpakket gekregen van werk. En ik heb het dus nog nooit gebruikt. Maar ik wil het wel bewaren. Omdat het me wel leuk lijkt om te gebruiken. Muggenspul komt altijd van pas. Dit is een serum voor je lichaam. Zo'n slimming serum om dus af te vallen of zo. Geen idee of het werkt. Ik heb het. Twitzel wasgel. Die ga ik onder de douche neerzetten. Dan een gezichtseftersun van Vichy. Waar je dus geen pukkeltjes en zo van krijgt. Dus die bewerkt ook. Ik gebruik dit niet. Maar mijn oma gebruikt dit volgens mij wel. Dus ik ga vragen of zij deze wilt hebben. Dan een scrub van Term. Die bewaar ik. Dan heb ik hier nog wat zelfbruining van Bondicent. En ook de erasers is van mij. Ja. En dan heb je ook nog die tanning milk. Dus die bewaar ik ook. Nou, nieuw voorraadje met watjes. Een deo die leeg is. Dit is afterbite voor als je bijvoorbeeld een muggenbult hebt of zo. Kan je erop doen. Nog een shower gel, een mini. En hierachter ligt nog heel veel 4 flessen lenzenvloeistof. Dus dat laat ik daar wel gewoon liggen. Dat is wel altijd handig om te hebben. Dan heb ik van Bioderma nog After Fair. Heb ik hier nog een handcreme. Jezus, ik heb zoveel handcreme voor iemand die het niet gebruikt. Oké. De rest wil ik denk ik allemaal. Hier is een los stopje. Dit is een body lotion. Voor 's nachts en zo. Dus die wil ik wel bewaren. Deze ga ik wegdoen. Want ik heb natuurlijk mijn andere twee lekkere body butters. Of deze body butter vind ik heel lekker. Dus die zet ik hier neer in de hoek. Natuurlijk die van Zwitser die ik heel lekker vind. Hier nog dus een voorraadje met watjes. Maar mijn andere voorraadje met watjes is bijna op. Dus die leg ik daar neer. En volgens mij is dit wel zo'n beetje alles wat ik hierin wil bewaren. Hier zitten allemaal haarproducten in. En haarverzorging en zo. Heel veel hiervan gebruik ik niet. Er zitten ook lege doosjes in. Dus die kan sowieso weg. Maar ik vind het altijd heel erg zonde om dit weg te doen. Dus ik ga hier ook denk ik niet zo heel veel van weg doen. Maar in ieder geval mijn tangle teaser. Dan toen ik de Curly Girl methode deed, had ik heel veel producten daarvoor aangeschaft. Waaronder deze van Nature Box en deze twee tintjes met gel. Maar dat gebruik ik nu niet meer. Maar ik ga het wel gewoon gebruiken, want mijn broertje die kan het ook bijvoorbeeld altijd gewoon gebruiken. Olaplex, wat ik nu niet meer kan gebruiken, want ik heb een keratinebehandeling laten doen. En dan mag je dus geen dingen met sulfaat in je haar gebruiken. En hier zit de sulfaat in, dus die kan ik niet gebruiken voorlopig. Olie, een toupeerkam, die gebruik ik best wel veel. Ik ga gewoon eventjes alles eruit halen. Even ook al die haren eruit halen. Dit is een mist van Gishu, waardoor je haar echt super lekker gaat ruiken. Dus die werkt sowieso. Van Aveda een haarmasker. Dan twee bussen Sails krullenmoes. Maar ja, dit gebruik ik dus ook niet. Droogshampoo. Ja, zit allebei nog in. Ja, zo'n föhnborstel. Volumepoeder. Spray voor je haar. Oh, deze vind ik wel heel erg fijn, maar die gebruik ik nu eigenlijk ook niet. Dat is de No Heat Cream van L'Oreal. Biosilk vind ik heel fijn. Nou, hier ligt een scrunchie. Die hoort hier niet. Dit haarmasker kan ik nu ook niet gebruiken, want er zit ook sulfaat in. Maar die bewaar ik wel goed. Dan nog deze crème van John Frieda. Die vind ik heel erg fijn, want die kan je dan in je haar doen. En dan gaat je haar dus niet meer zo heel erg pluizen. Twee testertjes in, maar die ga ik gewoon weg doen.
heb hier ook nog bijvoorbeeld Moroccan oil. En ik heb hier ook nog een make-up tasje met allemaal make-up. Bijvoorbeeld, ja, ik kan het even snel laten zien. Dus bijvoorbeeld mijn goede wenkbrauwkitje in. En mijn goede mascara. En mijn dagcreme. Bronzer, highlighter, blush. Ook nog kwasten die daarvoor gebruik. En mijn foundation en zo. Maar dit is zeg maar een tasje die ik naast me neerzet. Naast de spiegel. Zodat ik deze gewoon iedere ochtend kan pakken als ik mijn make-up ga doen. En hier zitten dus ook dingen in die ik gebruik als ik bijvoorbeeld een feestje heb. Dus blush of bronzer en dat soort dingen. Dus hier zitten eigenlijk alle dingen in die ik altijd gebruik. Net zoals deze. Die staat ook op dat kastje daarnaast. Hier zit dus een tafeltje met een spiegel en... Dus dat make-up tasje waar al die make-up in zit en die haardingen. Zodat ik het in de spiegel hier altijd kan gebruiken in de ochtend. Maar goed, nu deze eerst nog eventjes verder. Of was deze? Ja, deze was klaar. Oké, dan gaan we naar de laatste la. En daar ga ik helemaal niks van weg doen. Maar hier zitten allemaal haartangen in. Dus een föhn, een mini steltang, een grote steltang hier. Dan nog allemaal opzetstukken voor de krultang en zo. Dus dat zit hier, maar dat ga ik allemaal niet weg doen. Dit was dan de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik ben in ieder geval blij dat al mijn kastjes weer lekker opgeruimd zijn. Ik ga nu alles weggooien wat weg kan. En in tasjes doen wat ik aan anderen ga geven. Want ik heb heel erg veel wat ik bijvoorbeeld aan mijn moeder of zo ga geven. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En me te volgen op Instagram als je dat leuk vindt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!